Hallo allen en welkom bij deze 7e hints en theorieën video over de mol België. Als je hier nieuw bent, abonneer dan zeker hieronder voor meer van dit soort video's en voor andere content. En laten we dan maar snel gaan beginnen met de top 5 hints en theorieën van aflevering 7 van de mol België. Hint nummer 1. Voordat de eerste opdracht werd gespeeld, kwam Gilles naar de tafel en vertelde hij dat er 2 krijgers en 2 vredesduiven nodig waren. In het seizoen zijn al heel veel godsdienstige begrippen te zien. Denk bijvoorbeeld nu dus ook aan vredesduif. Vredesduif van bijvoorbeeld de Ark van Noach en dat soort dingen. Die stond echt voor vrede in de godsdienstige taal. En dit kunnen we allemaal linken aan Uma, want die was godsdienstdocenten. En dit vind ik toch wel een van de scherpere hints dit seizoen en komt steeds vaker terug. Dus heel erg verdacht richting Uma. Hint nummer 2, dat is een anti-molactie naar Sven. Eigenlijk had hij heel veel anti-molacties deze aflevering. Toen hij en Manu op het bed lagen, Manu is natuurlijk afgevallen, heeft hij zelf al die zinnen zeg maar goed geraden. En nu kun je zeggen, ja, Manu is dus afgevallen. En zij hebben die opdracht juist heel goed gedaan. Ondanks dat het bed ineens opklapte. En dit vind ik een hele goede anti-molactie naar Sven. Hij raadt goed de zinnen. Hij zorgt ervoor dat er uiteindelijk gewoon geld wordt verdiend. En dat zou een mol niet doen. Hint nummer 3. En dat gaat over de eerste opdracht. En dit keer over Jens. Jens zegt namelijk als eerste om de hond mee te nemen. In plaats van de geit of het konijn. Dit kostte 500 euro. Erg verdachte actie van Jens is dat dus. Want uiteindelijk bleek dat de geit het goede was om mee te nemen. Omdat die gemelkt moest worden. En een hond kun je natuurlijk niet melken. En daarna zegt hij bij de tweede mini-opdracht weer het verkeerde. Hier zegt hij de kleur rood in plaats van de kleur bruin. En wil vervolgens ook nog eens in plaats van die bruine de witte meenemen. Wat natuurlijk ook heel verdacht is. Na deze opdracht heb ik toch wel echt even gekeken naar Jens. En Jens vind ik heel verdacht doen in deze opdracht. Hij zou zeker een hele goede mol kunnen zijn. Hint nummer 4. En deze gaat over de tweede opdracht. Hier neemt Jens namelijk apart veel tijd voor de begaande grond. Hij blijft hier heel lang staan. Meer dan 4 minuten van de 11 minuten. Daarnaast loopt hij naar boven. En vergeet hij, net zoals Manu, net zoals Sven, de laatste knop in te drukken bij het dak. En dat is dus weer een verdachte actie van Jens in deze aflevering. En daarnaast was Uma natuurlijk ook in deze opdracht verdacht. Ze was hier natuurlijk haar blinddoek aan het afdoen. Voor een molboekje. En toen werd ze afgeschoten. Maar dit kan natuurlijk ook heel erg kandidaatachtig zijn, want je wilt naar die finale. Maar ja, als zij de mol is, dan kan zij dat hier juist heel goed hebben gedaan. Hint nummer 5. En deze gaat ook over de tweede opdracht. Sven vind ik hier juist ook heel verdacht. En dat heeft ook een hele belangrijke reden. Hij gaat als laatste. Sowieso als laatste. En mocht hij de mol zijn, dan zou hij vast ook al te weten komen hoeveel knoppen er al waren ingedrukt. En hoeveel knoppen er nog niet waren ingedrukt. Kun je hier dus als mol heerlijk rondlopen. 2 knoppen indrukken, waardoor de opdracht sowieso al mislukt. Voor jezelf ook nog wat leuke voordelen meepakken. En daarnaast zegt hij bij de test ook nog eventjes dat hij vol op Emanuelle zat. Wat uiteraard natuurlijk ook heel verdacht is, omdat zij eruit is. Maar als we even terugkijken, dan kan het dus zijn dat Sven heel veel vragen op Emanuelle heeft ingezet. Emanuelle is een vrouw. En Uma is ook een vrouw. Dus de reden zou kunnen zijn dat Sven er nu nog in zit, is dat Uma de mol is. Omdat zij natuurlijk ook vrouw is en Emanuelle ook. En als Sven zegt dat hij op Emanuelle zit vol, dan kan het eigenlijk alleen maar zo zijn dat Sven ook daadwerkelijk op Uma zat. Of hij lulde gewoon wat en hij zit gewoon op Jens. Dat kan natuurlijk ook.
Maar mijn mol is door de afgelopen afleveringen heen toch uiteindelijk Uma geworden voor dit seizoen. En laat ook vooral weten in de reacties wie jouw mol is. En ook natuurlijk op Instagram en zo. Dat was dan weer de allerlaatste. Ja, de allerlaatste echte hints en theorieën video van dit seizoen. Volgende week bespreken we de allerlaatste aflevering van de Mol België. Maar dat is niet exact de allerlaatste aflevering, want er komt ook nog een aflevering 9. Waarin alle molacties en alles wordt uitgelegd. Dus ik denk, ga er nog maar vanuit van 2 video's. En volgende week zal de video misschien wat later online komen. Aangezien ik met vakantie en met mijn examen zit. Ik wens iedereen die zondag naar de live finale van de Mol België gaat heel veel plezier. Ja, dat is het eigenlijk. Ik ben daar zelf niet bij. Ik hoop in ieder geval dat jullie wat hebben gehad aan de afgelopen video's ook. En als dat zo is, dan kun je natuurlijk altijd abonneren. Dat is hele goede support voor mij. En daar ben ik ook heel blij mee. Ja. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Laters.